Ik kan semi schaken, maar ik heb natuurlijk die videoband met chessplays gevonden. Dus misschien dat ik nu eindelijk die videoband kan gebruiken. Ik heb zojuist een generaal erop gestart. Misschien dat het nut heeft voor jou? Nou, ik krijg nog steeds die videoband niet aan. Dus ik heb echt gewoon geen idee waarom niet. Krijg je hem nu wel aan? Ga het even proberen hoor. Hij gaat het doen, hij gaat het doen. Vries ik dood. Dus een beetje ha zou gewaardeerd worden. Hij is het gestopt met doen. Bij mij is de generator nog steeds aan het runnen. Dus ik weet niet... ik kan hier zover ik weet niks verder mee doen. Met het schaakbord kan ik wel interacten met de witte stukken. Hij doet het, hij doet het. Oké. Je moet de pion die op de vijfde plaats staat, moet je de drie omhoog. Welke vijfde plaats? Heb je dat? We kijken van... Ik kijk nu vanaf de witte kant af en dan kijk ik gewoon van links naar rechts, oké? Okay? Dat is goed, alleen het gaat heel snel, dus ik moet het allemaal proberen te onthouden. Ja, die heb ik verschoven. Echt jongen, dit werkt echt voor geen meter. Oké, hij gaat het weer doen. Dus de vijfde pion, twee stappen vooruit. Ja, dat heb ik gedaan. Dan de loper, die staat daar diagonaal rechts van. Die gaat diagonaal drie stappen. Oh kut, ik moet nou zwart doen. Ik moet om en om zwart en wit doen. Ja, als je ook zwart moet doen, dan wordt het echt een hele lastige taak. Maar we gaan het proberen, ja? Dus dan ga ik hem nog een keer even opnieuw kijken. Doe dat eens. Oké, komt-ie. Ik ga nu tegen je praten. Dus je doet die vijfde witte pion, vijf omhoog. En dan de zwarte pion die daar recht tegenover staat, doe je er tegenaan schuiven. En dan komt zo meteen maar met de volgende. Ik heb zwart verschoven. Oké, weet je wat een loper is? Nee. Oké, de achterste rij van wit, rechts. Even kijken hoor. De achterste rij en dan rechts het derde. Die moet schuin omhoog en dan drie stappen. Ja, dat heb ik gedaan. Ik moet nu het filmpje weer even opnieuw laden. Oké, dus ik neem je mee door het filmpje. Eerst de witte pion, dan de zwarte pion. Dan gaat de loper drie stappen. Dan gaat van links gezien de zwarte pion, tweede vakje, gaat eentje naar voren. Nee, klopt niet. Alles is terug naar zijn plek. Oké, moet jij om het hele schaakbord heen lopen? Ja, het is zo groot als mijn karakter. Oké, dan is het wat lastiger om om uit te leggen wat je moet doen. Maar dan gaat het goed komen. Ik heb de eerste stappen nog in mijn hoofd wat je moet doen. Eerst de witte pion. De vijfde witte pion. Twee stappen naar voren. Dan de zwarte pion daartegen aan. En dan pak je de loper. Dat is dat ene die je net schuin verzette, zeg maar. Die moet drie stappen schuin naar links. Ja, dat zat weer zoals het was. Oké, dan kijk je nu vanaf zwart, hè? Vanaf de zwarte kant.
Dan van de rechterkant, de tweede pion moet één stapje vooruit. Ja. Ben ik nu het filmpje weer aan het kijken, dus dan weet ik wat ik moet doen. Volgens mij moet je... Oh, de tijd is op. Ah. Oké, nu gaan we hem speedrunnen. Oké, maar nu weten we wel hoe we moeten kijken. Ja, ik moet zeggen dat ik het wel grappig vind, dit spel. We zijn weer in het labyrint. Oh nee, wacht. Ik kom weer naar buiten. Sorry, waar zit je? Ik ben er buiten gehaktbord. Oh. Dan doe jij maar alvast de stappen die je moet doen. Zij moet ik eerst generator opstarten. 1, 2. De generator is weer opgestart. Oké, top. Je weet de stappen die je moet doen, hè? Dan. Ik heb net de witte loper weer op zijn plek gezet en nu weet ik het niet meer. Oké, vanaf zwart gezien, de tweede pion van rechts, één stap vooruit. Ja. Je moet in ieder geval iets met de koningin van wit doen. Dat is de achterste rij, het vierde dingetje. En die moet schuin omhoog naar rechts. Alleen ik moet even kijken hoeveel vakjes. Oké, die moet 2 vakjes schuin naar rechts. Ja, dat is gedaan. Oké, dan ga je weer achter zwart staan, hè? En dan pak je het rechtse paard. En die moet 1 stap naar voren en 1 stap links naar voren. En daar moet je hem neerzetten. Nee, linkse paard toch? Nee, het rechtse paard moet 1 stap vooruit en 1 stap links naar voren. Nee, let me reset die. En die gaat daarin. Dan die gaat daarin. Dan die gaat hierheen. En de rechtse paard. Links voor of rechts voor? Het rechtse paard van zwart moet 1 stap naar voren en 1 stap links naar voren. Ja, dat is gedaan. Oké, dan is het laatste wat je moet doen, is de koningin die je net 2 stappen naar schuin naar rechts voor hebt gezet. Van wit moet je nu naar de 1 na laatste rij rechtdoor brengen en dan is het klaar. Tegen de pion aan of er vanaf? Hij moet op het 1 na laatste rij staan, zeg maar. Ja, de deur is weer open. Ik kan verder. Top. What's next? Ik zie een kamer met spijkers. En ik zie een boek voor me met tekentjes. Eigenlijk dezelfde tekentjes als die we toen zagen bij die schilderij. Ik denk dat de bedoeling is dat ik exact hetzelfde boek ga vinden als die jij hebt gevonden. Want ik heb hier denk ik iets van 6-7 boeken liggen. Op de achterkant van het boek kan je als het goed is normale tekst vinden. Ik kan niet interacten met het boek. Oké, interessant. Welke kleur heeft het boek? Hij is blauw, wat ik zie.
Oké, kan jij het eerste tekentje opnoemen? Ga ik naar alle blauwe boeken zoeken. Ik kan het gewoon van papier is papier. En er staan 5 tekentjes in. Oké, ik ben dus eerst even naar een blauw boek aan het zoeken. En dan moet jij die 5 tekentjes zo meteen oplezen. Wacht, is je tweede tekentje een piemel? Ja. En de laatste teken een robot? Het lijkt meer op een mannetje, maar op een bootje. Oké, dan is dit niet de goeie. Is een rood boek. Nog een rood boek. Het is ook een blauw boek, hè? Ja. Yo, ik heb het goede boek gevonden. Wat kun je er van wijsheid uithalen? Nou, ik weet, ik moet waarschijnlijk de tekst die achterop staat, daar moet jij iets mee waarschijnlijk. Oké, lees maar voor. Starting from the Far East, after moving 2 steps north, head 2 steps towards the West. Oké, ja, daar ken ik waarschijnlijk wel wat mee. From the Far East. Wat moet ik vanaf de Far East doen? Ja, dus eerst naar de Far East en dan 2 stappen noord. Ja. Ik sta nu midden op 2 stappen naar het noorden heb ik gedaan. Daarna? Daarna 2 stappen naar het westen. Ja. Dan weer 2 stappen naar het noorden. Ja. 1 stap naar het oosten. Het was oost. Volgens mij zijn oost en west omgedraaid in het boek. Hoezo? Als ik naar het oosten ga, dan ga ik dood. En toen net was ik ook bij het oosten beginnen en ging ik ook dood. Dus ik dacht, ik probeer de andere kant, aan de westkant, en toen lukte het wel. En je weet zeker dat jij Noord-Oost en West niet verkeerd doet? Dat weet ik zo'n beetje zeker. Nou, nadat je dat na de laatste hebt gedaan, moet je nog 1 stap naar voren. Ja, dan heb ik het gehaald en gaat nu weer een nieuwe deur open. Voor mij ook zo te zien. Ik kom in het theater. Hoorde je net ook een stem? Ja, maar ik hoor het niet goed verstaan. Want ik zou nou eigenlijk bij een controlepaneel met allemaal hendels. Waarschijnlijk zou ik achter het theater dan, denk ik. Ik sta op het podium nu. Wojo. Ik heb nu iets laten afspelen en ik zie een fucking eng beest. Oh, oeps. Ik denk dat ik het verneukt heb. Wat was er? Ja, er was opeens een fucking eng beest. En ik dacht van, ja, ik weet niet hoe ik verder moet. Dus ik loop naar dat beest toe. En toen was ik dood. Oh. Maar het is vanaf de checkpoint, hè. Dus komt goed. Ja, oké. Maar ik stond, om het zo te zeggen, in een klein zaaltje. Met allemaal hendels. Ja.
En ik kon naar links en naar rechts doen. Dus toen zag ik 4 kartonnen dingen, om het zo te zeggen. Er stond een kroonchop en een zwaard en kinderen. Weet ik voor wat. Oké, nou, ik stond zeg maar op het theater. Op het podium, zeg maar. En daar, het enige wat ik daar kon doen is de muziekbox aanzetten. En toen kwam dat enge beest. Dat is het enige wat ik kan doen. En er zit daar wel een luik, maar ik weet nog niet wat ik met dat luik kan. Ik had ook een luik. Oké. Maar daar kon ik inderdaad ook niet mee interact tossen. Maar we gaan nog een keer. Gaan we kijken. Ja. Het was een dikke poes, zei jij, hè? Ja, een dikke poes. Hij is nog net niet nat. De enige dikke poes die ik heb staat op een groen boek. Oké, hier staat in de hoek in het westen. Daar moet je starten. Dus laten we dan nu gewoon het oosten proberen. Ik ben nou in het westen gestart. En ik leef nog. Ik leef nog. Oké, dan gaan we er weer voor. Niet naar de laatste taal, maar die taal ervoor. Ja, dat klopt. Dan moet je 2 stappen naar oost. Maar toen ik dat net deed, ging ik dood. Dat klopt, het staat hier, Paddy. Ik doe het nog een keer. Als ik dood ga, is het Sander's schuld. Ik leef nog! Haha! Oké. Okay. Kunnen we Sander niet de schuld geven, maar kunnen we misschien wel verder. Stap naar het zuiden. Ja. Dan loop je naar het oosten tot aan de muur. Ja. En dan kan je doorlopen naar de deur. Ik leef nog! Het theater, haha! Nu is de vraag, durf ik nog een keer dat geluid aan te zetten? Ik denk het wel, want dat enge beest dat blijft stilstaan, zeg maar. Dus daar heb ik geen last van als ik niet naar hem toe loop. Zet het geluid dus aan. Oh, hij zegt, there once was a castle filled with light. Daar kan ik wat mee waarschijnlijk. Heb jij nou een kasteel? Ik zie niks. Wacht, ik ga gewoon een hendels draaien. Als je een kasteel ziet, moet je geel geven, oké? Okay? Ja, maar ik krijg niks te zien, zeg maar. Het is echt een beetje de bedoeling, denk ik, dat we de instructies dus opvolgen. Dus, there once was a castle filled with light. Daar moeten we iets mee. Oké, er is iets gebeurd, Paddy. Dat monster komt dichterbij. Oké, dan is dat waarschijnlijk onze tijd. Oh, het is a castle filled with life. Ik zit te denken iets met die mensen die jij zei. Het ging toch om life? Ja, dat snap ik, maar ik... Voor mij moet ik die dingen kunnen verschuiven, maar die kan ik dus niet verschuiven om een of andere reden. Ik heb hier 5 hendels. Ik heb hier 1, 2, 3. Vier, 5 karakters, dat klopt. Er gebeurt iets. Er is opeens een rode lamp aangegaan. Ben ik geweest. Maar dat klopt dus waarschijnlijk niet. Ja, er is iets gebeurd in ieder geval.
Hier kan ik jou niet echt mee helpen. Ik denk dat het... Oh, er gebeurt iets. Wacht, er is een kerstman. Wat is dit? Oké, nee, dan moet ik gewoon vaak aan die hendel spammen. Nee, oké. Oké, het is geen kerstman. Maar het was een mannetje en die loopt nu weer weg. Ja, dat ben ik aan het doen. Ik ben aan die hendels aan het draaien. Ik haal hem nu helemaal terug als het goed is. En dan hoop ik dat ik nou het kasteel te pakken krijg. Oké, got it. Het boze mannetje is weer dichterbij aan het komen. Ik denk overigens dat ik niet heel veel tijd meer heb, maar er gebeurt wel iets. Er is in ieder geval een gedeelte van een kasteel is gekomen. Ik ben aan het spammen voor mijn leven, lieverd. Hoe ver is hij nou? Er is gewoon een poort in het midden, maar dat is het. Het is nog niet het hele kasteel. Overigens staat achterop op de plakkaat staat wel een blauw kasteeltje getekend. Ik denk dat ik weet wat je moet doen. Ik denk dat dit het kasteel is en nu komen er mensen. Ik denk dat je er nu mensen inderdaad moet neerzetten. Je hebt nu het kroontje gedaan. Volgens mij moet je die weghalen. En de people, waar allemaal mensjes op staan. Kan dat? Ja, dat klopt. Gaat hij nou weer weg of niet? Hij gaat nog niet weg. Nou wel? Ja, nu wel. Alleen, ik denk dat we bijna af zijn. Komen er nou mensen? Ja, oké. Ik ga nu proberen op de luidspreker te drukken. There once was a castle filled. There once was a castle filled. Oké, dit klopte. Nu was het, there lived a king with his wife. Dus denk ik dat ik de koning en een koningin moet pakken. Maar ik denk wel dat we zo af zijn. Komt er nou een koning? Ja. Oké, de marionette is nu echt heel dichtbij. Komt nou de koningin? Ja, die komt ook. Maar ik denk dat ik nu op de knop moet drukken en ik denk dat ik dat niet overleef. Oké, ik heb het nog overleefd, maar ik weet niet of dit, of dit al voldoende is. Kaboom! Nee, want je draait nu de koning weer weg. Komt hij nou weer terug? Ja, hij kwam nu weer terug. Krijg je nou weer het kasteel? Slim, ja. Slim dat je die er nog bij pakt. Ga ik dit even proberen. Ja, die klopte. Nice. Oké, we gaan hem nu niet halen, maar ik weet nu wel hoe die moet. Dat is vooruitgang. They were happy and all was good. Hoe gaan we dat uitbeelden? Ik heb kinderen, een kroontje met een zwaard. Ik heb een koningin, kasteel en koning. Dat is alles wat ik heb. Dan moet ik hem nog een keer luisteren. Ja, dat dacht ik al. Oké, maar we kunnen hier heel veel tijd gaan besparen als we dit nog een keer doen. Het heeft voor jou trouwens geen zin om dingen te doen voordat ik er ben, want hij reset toch op het moment dat ik bij de deur ben, zeg maar. Maar het kasteel staat nou toch? Nee, wat ik net zei, hij reset op het moment dat ik de game start, zeg maar. Dus het heeft nog geen zin om van tevoren wat te doen. Je moet het kasteel nog iets verder doen.
kasteel staat. Alleen de people nog. Is dit de kraut? Nee, dat is de koningin. Dat is ook kut. Bij mij wordt niet aangegeven welke hendel welke is. Ah, oké. Okay. Oké, okay, de kraut staat. De kraut staat. Oké, kasteel, koning, koningin, volgens mij. Kasteel staat. Koning staat. Koningin staat ook. Ja, hij doet het. All were happy and all was good. Dus, oh. All were happy and all was good. Dus dat betekent kasteel, crowd, king en queen. Kasteel en de koning die staan. Ja. Kraut staat ook. Jo, en de koningin ook. Moment. Ja, kan die? Nee, want er gebeurt nog niks. Moment. Oké, okay, hij doet het nu. Oké, okay, scène 4. Oké, nu zijn we weer bij dat ene punt waar we elke keer vast zaten. Ja, die heb ik opgezocht. Wat er nou moet staan is... Dus dan moest de koning volgens mij weg, toch? En dan de ridder erin met Bloodlight. Ja, kasteel moet erin. Die staat nog. Ja. Ben je er nog? Oh, sorry. Ik was vergeten op V te drukken. Maar... De kasteel staat er nog, hè? Staat er nog. Koning moet eruit. Ridder moet erin. De koningin en kraut staan er nog wel, hè? Alles staat nog, behalve de koning nu. Oké, okay, en nu alleen nog Bloodlight en dan zijn we als goed is klaar. Hij doet het! Hè? Oké, okay, alleen de koning draaien nu. Welke van de twee? Gewoon de gewone koning. De andere noemen we ridder. Dus de gewone koning draaien nu. Ja, ik ben aan het draaien. Hij komt eraan. Oké, okay, stop maar. Als het goed is, klopt hij nu. Standing in blood. Bloodlight staat nog aan? Ja, die moet als het goed is ook aanblijven. Hot! Gehaald! Oh wacht, niet gehaald denk ik, maar ik moet nu wat anders doen. Oh! Huts, ik ben verder! Ja, Milan! Achter je, achter je, achter je, achter je! Ik sta nu voor de deur. Kijk eens achter je, achter je. Yo, ben jij dan? Hey! Yo! Waarom kraut jij? Oké, okay, kunnen we nu verder? Ik hoor je niet, klopt dat? Oh, kunnen we nu verder of niet? I do not know. Poort is open. Blijf jij daar staan? Oh, nee, blijf... Nou weer dicht. Ja, blijf op die pressure plate staan. Blijf op die pressure plate staan. Wacht. Nee, nou ja, dit vind ik heel gemeen. Nou!
Je moest maar happen. Ben jij nu dood? Ik ben dood. Dit was hem, of niet? Dus het is niet we were here, nu is het I was here, omdat ik het waarschijnlijk dood ben.